Het leven van kunstschilder en verzetsheld Paul Windhausen staat centraal in een boek van Anton Joosen dat op 12 februari gepresenteerd is in de Wegenijzer in Rijsbergen. Beste mensen, alle aanwezigen, ik wil u dus welkom heten namens het bestuur van Museum de Wegenijzer. Een speciaal welkom aan de burgemeester, mevrouw Poppe de Loof. Ook aan Anton Joosen, de samensteller van het boek wat vandaag gepresenteerd gaat worden. En meneer Franse Kort, die ook een grote bijdrage geleverd heeft om deze tentoonstelling van werken van Paul Windhausen te kunnen realiseren. U bent hier in het voormalige gemeentehuis van Rijsbergen. Maar om hier dus wat over te vertellen, hoe het in zijn gang gegaan is, wil ik u graag het woord geven aan Anton Joosen. En we gaan een boekpresentatie houden over Paul Windhausen. Als docent, als kunstenaar en als verzetsman is hij bekend. Maar als laatste wel, denk ik toch wel, het meeste. En daar wilden we eigenlijk enigszins verandering in brengen. Want Paul Windhausen was natuurlijk ook een aardige Bredaarse kunstenaar. Toen ik een jaar of 10, 12 was, denk ik, toen hoorde ik de naam Paul Windhausen voor het eerst. Het was halverwege de jaren 50. En de oorlog zat bij mijn vader nog stevig in het geheugen. Want van hem hoorde ik ook de dramatische verhalen die zich op de vloeiweide hebben afgespeeld. Ik ben nu 70 en de laatste anderhalf jaar vrij intensief met de figuur Paul Windhausen bezig geweest. En zo'n anderhalf jaar geleden kwam ik Franse Kort tegen. Ons pad kruiste elkaar. En in het boek gaat u kennis maken met een 25-jarige man die op 1 januari 1929 aan de slag gaat als tekenleraar op het Onze Lieve Vrouwen Lyceum. Maar u gaat ook kennis maken met een vrije kunstenaar, want dat was Paul Windhausen ook. Vooral, moet ik misschien zeggen. Een vrije vogel was hij ook. Hij was ongebonden, niet getrouwd, had geen kinderen. Hij was erg reislustig. Hij was gelukkig als hij zeg maar voor de klas stond van zijn leerlingen. En hij was gelukkig met een palet in zijn handen, een schilderpalet en een penseel. En in het boek gaat u ook met Windhausen als het ware mee door Breda. Hij voert u langs het Limburgse landschap, maar ook verder Duitsland, Italië en Frankrijk. Een reislustige man. Hij werkte en schilderde overal. En het is mij een groot genoegen om het eerste exemplaar aan te mogen reiken aan mevrouw Leni Poppe de Loof, burgemeester van Zundert. Burgemeester, hier is het boek. Nou, er is daar natuurlijk zoveel gebeurd op die vloeiweide. En mijn eerste kennismaking met de naam Paul Windhausen was daar. Want die naam staat gebeiteld in de herdenkingssteen. Maar dat daags daarna ook nog eens een keer een groot aantal mensen die zich opwierpen voor het verzet in Nederland en gefusilleerd zijn. En daar was Paul Windhausen er één van. Kijk, Paul Windhausen, ik heb hem nu genoemd als verzetsheld, want dat was hij. Maar Paul Windhausen, en dat is ook heel fijn dat dus juist dat vandaag blijkt, was ook beeldend kunstenaar. Hij gaf les, hè, u hebt het net ook al gememoreerd. En het boek, en ik ga daar zeker van genieten, mag dan ook voornamelijk een kunstboek genoemd worden. Meneer Anton Joosen uit Hoeven, ja? Ja. U bent de samensteller van het kunstboek over Paul Windhausen. Waarom die interesse in Paul Windhausen? En toen dacht ik, maar die Paul Windhausen die is in mijn hoofd blijven hangen. Ook omdat ik hem al kende van de vloeiweide natuurlijk. Hè. En dat hij dan ook nog kunstenaar was, was mij al minder bekend. En docent, dat wist hij ook weer wel. En toen kwam Franse Kort op mijn pad, anderhalf jaar geleden. En die wilde ook graag dat er een boek kwam. En ik eigenlijk ook. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Was het moeilijk om die werken bij elkaar te krijgen? Want toen ik Frans leerde kennen, die had 25 werken zo aan zichzelf, zeg maar. Dus dat was al het derde part van het boek qua kunstwerken. Dus dat was al een heel goed begin, een goede start. En de andere werken die zijn eigenlijk op mijn pad gekomen door het museum in Roermond, het Bredaars Museum. Maar ook particulieren die zich dan kwamen melden bij mij. Dat is een oplage van 250 boeken. Dat is het wel, denk ik hoor. Dat, we moeten vooral bedenken dat
De mensen die Paul Windhouse persoonlijk gekend hebben, dat is de grootste doelgroep. Maar die wordt natuurlijk kleiner en kleiner. Hey, bedankt hè, en succes. Hè. Graag gedaan.